Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. We gaan vandaag weer knallen, want we gaan wedstrijden spelen tegen PEC Zwolle en tegen Chelsea. Jawel, jawel. De vorige aflevering heb ik jullie gevraagd, moet ik wedstrijden simuleren, ja of nee? Ik neem deze aflevering op voordat die aflevering online komt, dus... Ik weet de uitslag daarvan nog niet, dus vandaar dat ik deze twee wedstrijden nu ga spelen. Mocht eruit komen dat jullie graag willen dat ik wedstrijden zoals tegen PEC Zwolle en Excelsior ga simuleren, dan gaan we dat dus vanaf de volgende aflevering doen. Nu dus gewoon nog even tegen PEC Zwolle en tegen Chelsea, jawel, jawel. Wil ik jullie vragen als eerste, doe even een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent en meer wil zien zoals dit. En als je wat leuks te zeggen hebt, doe dat dan even in de comments. En dan gaan we beginnen met de wedstrijd tegen PEC Zwolle. We spelen in Zwolle. Het regent daar en het is donker. Dus ja, niet een hele fantastische ambiance voor een goede wedstrijd. Maar goed, het Zwolle publiek doet zijn best. Maakt de sfeer van. En dan gaan we er gewoon het beste van proberen te maken. Want we spelen met ons B-elftal. We zien hier de stand in de Eredivisie. We zijn natuurlijk al kampioen, zoals jullie de vorige aflevering hebben kunnen zien. Maar we willen natuurlijk gewoon blijven winnen. En dat gaan we wel met ons B-elftal doen. En Kunku daar is de aanvoerder van dat B-elftal. Scherpen daar erg lang. Past niet helemaal in beeld. Dit ben ik. Tenminste. Mijn animatiepopje in FIFA natuurlijk. En dan gaan we naar de opstelling kijken van PEC Zwolle van de Hart, Lirion, Chernoff, Lam van Polen, Namli, Hamer, Leemans, Van Krooi, Fleming en Van Duinen. Dat is hun opstelling. Ze spelen 4-2-3-1 breed. Dus dat is op zich redelijk aanvallend. En ja, ben benieuwd of wij dan wat ruimte krijgen. Van ons B-elftal is Davies nog steeds geblesseerd. Dus Tonali, nee niet Tonali, Haaland en Veerman in de spits samen. Ik heb het wel iets aangepast ten opzichte van de vorige keer, want dat liep naar mijn mening niet heel erg lekker. En dus spelen we gewoon weer 4-3-3. Alleen de linksbuiten, daar speelt nu Haaland. En die heb ik een beetje naar binnen gezet. En dat zie je hier niet, want FIFA heeft natuurlijk de hele opstelling weer eens naar de kloten geholpen. Maar goed, Veerman dus in de spits en Haaland die speelt links buiten. Kunku probeert Kongolo te bereiken, lukt niet. Maar oh, Pepe helemaal vrij daar op rechts. Wat gaat hij doen? Gaat er omheen? Kan hij gaan schieten? Ja, dat kan hij. En hij schiet hem lekker binnen hoor. En het is gelijk al 1-0 door onze Ivoriaanse rechts buiten. PP, jawel, goed die sliding ontweken. En ja, goede paas ook van Nkunku hier. Goed die sliding ontweken, even terug. En heerlijk uit de draai binnengeschoten. En we staan al op 1-0. Nou, dat is een lekker begin. Hier is Zwolle in de aanval. We moeten niet gelijk een goal tegen krijgen. En dat gebeurt wel. En zo staat het na 11 minuten spelen, 10 minuten spelen ruim. Alweer 1-1. Is het denk ik Mike van Duinen die daar scoort. Gelijk vanaf de aftrap. Goede voorzet hier ook. Ja, en die had Ampadu gewoon moeten hebben. Maar die doet eigenlijk vrij weinig. Dan staan we alweer op 1-1. Jongens, wat een begin van deze wedstrijd. Kom op. Wie, oh wie. Tonali dan. Op een Kunku. Een Kunku met wat ruimte kan schieten. De bal wordt geblokt. En we krijgen wel een corner. Nou, corners, dat moet toch wat kunnen worden. Veerman en Haaland voorin. Kopkracht genoeg en die gaat er net voor langs. Helaas gaat die er niet in. Pepe dan weer op rechts. Voor jou moet het toch een beetje komen, de acties. De voorzet, de richting lange mensen. Zoals Haaland. En die kopt hem dan op de paal. En dan is het een kans voor Zwolle. En die gaat er nog in ook. Een kopje net op de lat of op de paal. En dan heeft Zwolle zijn tweede kans van de wedstrijd. En die gaat er ook gelijk in ook. Het is niet te geloven dit. Ja, het is goed gedaan. Het is goed geschoten. Niks op af te dingen, maar... Tweede kans, tweede goal voor hun. Nou, Pepe dan. Kan jij wat forceren? Schiet er nog eens een in. Nee, dat doet hij niet. Ja, Veerman, kom op man. Reageer. Tonali dan, Tonali dan. Ja, die wordt neergehaald. Dat is een penalty. Dat is gewoon de penalty. Tonali versiert daar een penalty. Krijgt deze man geel. Thomas Lam.
slecht scheel. Echt, hij is gewoon echt veel te laat. Oké, andere trap nemen. We nemen iemand anders. Wie is er goed in penalties? Oh, Flap en Veerman zijn beide niet zo goed in penalties. Ja, we laten het gewoon maar aan Haaland. Kom op Haaland, schiet hem erin, jongen. Oh, die schiet hem heerlijk binnen. Gelukkig. Ik maak wel een beetje zorgen dat hij er niet in zou gaan. Maar het is 2-2 net voor rust. Scoren wij dan nu de gelijkmaker. Waar Zwolle dat eerder deed, is het Haaland via de strafschopstip heerlijk binnengeschoten. In het zijnetje. Dan is hij zo goed als onhoudbaar. Tonali dan. PP gaat weg. Lekker. Veelman in de 16. Naar de tweede paal. Die moet er dan nu toch in. Yes! En hij gaat erin. En wie is het? Ik denk dat het Flap is. Ja, het is Flap die scoort. En kijk eens even, jongens. Wat een vet. Gewoon met één handje opdrukken. Of het niks is. Flapje scoort. Goeie actie van PP. Die hier een goede assist geeft. En Flap die hem gelukkig binnenkopt. Hij is niet heel fantastisch gekopt. Gewoon dwars door het midden. Maar maakt niet uit, hij zit. Dus dat is het belangrijkste. Staat het 3-2. Jongens, wat een wedstrijd. Veerman. Goeie bal op Flap. Flap, goeie bal nu naar Koumni. Koumni, wat ga je doen? Legt hem naar iemand. Daar zit de verdediger tussen. Goeie aanval, maar geen goal. Helaas. Pepe met de corner richting Haaland. Die kan hem koppen en die gaat in het zijnet. Zo blijft het 3-2. Jongens, spanning. Spanning. En dan is het nu bijna afgelopen. Je zou zeggen van wel. Het is afgelopen. Yes. En dan hebben wij gewoon met 3-2 gewonnen van Zwolle. Het was ja, wel een spannende wedstrijd. Eerlijk is eerlijk. 3-2 is gewoon hartstikke leuk. Niet de beste wedstrijd, maar ja, ik ben niet ontevreden. We waren beter en we hebben gewoon terecht gewonnen. PP is de man of the match. Rechtsbuiten. 9,5 gescoord. Goed zo. Doelpunten van PP, Flap en Haaland. Assists van PP en van Nkunku. En dus een penalty. Dus dat was de wedstrijd tegen Zwolle. En dan gaan we gewoon door naar de wedstrijd tegen Chelsea. En dan gaan wij naar de thuiswedstrijd tegen Chelsea. In de kwartfinale van de Champions League. Het regent in Rotterdam. Maakt geen reet uit. Het hele stadion zit natuurlijk bom en bom vol. Helemaal afgeladen voor deze wedstrijd tegen de club uit Londen. Natuurlijk gewoon veel en veel meer geld heeft dan wij. En toch staan we tegenover elkaar. Hoe cool is dat? En ik hoop natuurlijk dat we kunnen winnen met een mooie uitslag. Want ja, het is gewoon broodnodig. Want we hebben de eerste wedstrijd 1-1 gespeeld tegen Chelsea in Londen. En ja, dus moeten we nu gewoon winnen. Of 0-0 spelen. Maar daar hou ik niet zo van. Want dan zou je net zien dat je in de laatste minuut gewoon een goal tegen gaat krijgen. En ja, dus gaan we gewoon eens even kijken naar de opstellingen van beide teams. En dat doe ik even in dit scherm. Want wachten op die opstellingen duurt altijd zo lang. Daar heb ik zo geen zin in. Dus we doen het gewoon even lekker hier. Bijlo in de goal. Kasdorp rechts. Van Beek, Militao. Centraal. Sessegnon links. Vier. Amiri, Barco op het middenveld, Villalba rechts, Jurgensen in de spits en Vinicius Junior op links. Dan gaan wij naar Chelsea met Kepa in de goal, Almeida, Christensen, Azpilicueta en Goulon. Thiago, Kante, Jorginho op het middenveld, Willian rechts, Suarez spits, Hazard links. Helemaal niks mis mee met het elftal, maar wij gaan er wel gewoon voor winnen. Ik weet het zeker, daar gaan we. Let's go! Valt mee, Amiri. Moet hem hier dan nu... Oh! Amiri, wat doe je, jongen? Grote kans voor Chelsea. Die gaat er gelukkig niet in. Dat leek me Suarez. Oh, en nu is Hazard weg. Kom op, Van Beek. Lekker, jongen. Goed gedaan, Van Beek. En nu moeten wij er weer uit. Even tempo nu in de wedstrijd. Jurgensen moet hem nou naar Villalba. Villalba. Ga hem goed voorgeven. Nee, die wordt geblokt. En we krijgen weer een corner. Eens kijken, Amiri, kom op jongen. Richting Jurgensen, oh, en die gaat maar net over. En zo blijft het 0-0. Oeh, maar dat scheelde heel erg weinig. Jurgensen dan. Goeie bal naar Amiri. Amiri kan die gaan scoren. Lekker schot, maar Kepa zit ertussen. Junior dan zit er goed tussen. Jurgensen, maar die kopbal is te zwak.
Oh. Amiri met een heerlijk schot. Maar Kepa met een goede redding, hoor. Mag gezegd worden. Jurgensen dan. Altijd belangrijk, ook als aanspeelpunt. Geeft hem hier een Barco. Wat doet hij? Barco kan gaan schieten. Kan gaan schieten. En die schiet hem net mis. Oi. Barcootje. Je hebt zoveel mooie, goede goals al gemaakt dit jaar. Maar deze gaat er helaas net niet in. Nou, Jurgensen hier. Goede bal op Junior. Die moet gaan scoren. Junior, yes! Die scoort hem. En we staan lekker op een 1-0 voorsprong. Hoe lekker is dat? En dan komen we weer een stapje dichter bij die volgende ronde. Die halve finale van de Champions League. Is het weer Vinicius Junior die scoort. In de heenwedstrijd scoorde die ook al. En hier weer op aangeven van Jurgensen. Ik zei het al. Zo belangrijk als aanspeelpunt. En geeft zoveel assists op deze manier de laatste tijd. Ja, blijft gewoon een hele goede spits voor mij in deze game. Chelsea nu gevaarlijk. Veel scharen. William, ja, en dan is het 1-1. Jongen, dan hebben we niet heel lang van deze voorsprong kunnen genieten. Natuurlijk een goede aanval van Chelsea. Hiro, ik weet niet wie het is met al die scharen. De nummer 5. Is dat Goulam die dat gewoon doet, de linksback? En William die hem onberispelijk in de korte hoek binnenschiet. En dan is het 1-1. En als het zo blijft, wordt het zelfs nog verlengen. Barco. Richting Gouillet dan hier. Jurgensen kan schieten. Oh, en die gaat er net niet in. Het is weer Kepa met de bal. Amiri dan, een keertje niet naar Jurgensen, zoals we eerder gezegd hadden. Bij een medespeler daar helaas. Sessegnon, goed gedaan. Daar gaat Junior. Junior nu met heel veel ruimte. Gaat een goede voorzet geven. Oh, en daar zit Kanté er met zijn fucking voet tussen. En dan is het nog niet eens een corner ook. Juist, Amiri en Barco moeten eraf. Die zijn moe. Kokju en Pelle komen erin. Ik ga even met een nummertje 10 spelen. Dat zal Jurgensen worden. Pelle in de spits. En hopelijk kan Pelle ons de overwinning brengen. Dat zou toch wel echt extreem lekker zijn. Keeper blijft staan. Oh, gelukkig wordt hij daar goed verdedigd. Pelle. Goed gedaan, jongen. Kokju dan. Kokju, ik drukte echt zo naar rechts. Dat hij hem naar rechts moest spelen. FIFA luistert weer niet. God, ga weg. Ga weg. Echt serieus. Ga weg met z'n allen. Weg. Iemand is geblesseerd daar. Ja, en dan gaan we nu fluiten. Kasdorp is geblesseerd. Kasdorp moet er ook af. Komt Kamara erin op rechts. Het is even niet anders. En het is 1-1. Het blijft 1-1. En we gaan verlengen, jongens. We gaan gewoon verlengen. Kasdorp dan natuurlijk. Villalba komt er niet langs. Oh, waarom doet hij niks? Hij reageert gewoon op niks. Spelen wisselen niet. Schieten niet. Helemaal niks. Als hij die bal zo op deze manier rond blijft spelen, ja, dan kan ik ook weinig doen natuurlijk. En dan gaat hij er gewoon in. Gods kleren. Van Beek, jongen. Ram die bal nou gewoon weg. Ik druk toch niet voor niks op die klote knop. Hier, Van Beek. Hier, oh, hij kan hem hier toch gewoon... Hij doet niks. Hij loopt gewoon, maar hij doet niks. Het is Thiago die scoort. Op Villalba. Villalba loopt... Dit is toch geen voordeel meer, scheids. Er is toch weinig voordeel meer aan hier. Scheids, kom op zeg. Ah, godverdomme joh. Ik word gewoon 3 keer toe, gewoon vol... Vol tegenaan gelopen. En scheids doet geen ene fuck. Nu dan misschien. Junior moet nu aangespeeld worden. Die moet echt als een raket nu naar voren gaan lopen. En die wordt ook gewoon vol neergehaald hier.
Ja. En die krijgt ook gewoon geel. Had hij er al één? Nee, die had er nog geen één. Nou, allerlaatste kans. Op hoop van zegen. Kom op, kom op, kom op, kom op! Nee! Hij gaat er niet in. Jurgensen, Jurgensen, Jurgensen. Hij gaat er niet in. En dan verliezen we. Kwartfinale tegen Chelsea. Het is zo, zo ontzettend zuur. Maar het is gewoon de waarheid. We waren denk ik ongeveer even goed. We hadden iets meer schoten, hun meer, iets meer schoten op doel. Maar daar heb je niks aan, want je verliest gewoon met 2-1 en 3-2 overal. En dan is het over. De Champions League is over. We gaan niet door naar de halve finale. En ja, dat is zonde. We hadden tegen Paris Saint-Germain gemoeten, maar we maken het uit, want we gaan niet door. Oh, wat baal ik hiervan. Maar goed, je doet er helemaal niks aan. Mensen, we gaan stoppen voor vandaag. We gaan dus geen Champions League verder meer spelen. We spelen nog wel een bekerwedstrijd tegen Ajax. Nou, dan hebben we nog een paar wedstrijden. Ook nog één tegen Ajax. Dus we zouden de volgende aflevering gewoon 2 wedstrijden tegen Ajax kunnen doen. En daarna het seizoen afgelopen. Ik denk dat dat een hele goede optie is. Maar ik laat het even aan jullie. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Druk nog even op like. Ondanks dat we niet doorgaan in de Champions League. Zou ik het wel enorm waarderen als je dat alsnog zou willen doen. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Later!